Publicist, televisiepresentator en acteur Ischa Meijer is overleden aan de gevolgen van een hartaanval. Ischa werd vanmorgen opgenomen in het Lucas ziekenhuis in Amsterdam. Het was zijn verjaardag. Hij werd vandaag 52 jaar. Ischa Meijer verwierf de laatste jaren grote bekendheid als presentator van talkshows bij onder meer de NOS en de Amsterdamse zender AT5. De afgelopen twee seizoenen was zijn programma te zien bij RTL5. Maar zijn carrière begon in de jaren 60 als columnist voor de Haagse Post en als toneelcriticus bij het Parool. Een doorbraak was zijn werk voor Vrij Nederland. Wekelijkse interviews waarbij zijn gesprekspartners vaak het achterste van hun tong lieten zien. Hij had een ontzettend goed gevoel voor precies te weten waar het om ging bij de mensen. En hij zocht net zo lang in zijn vragen tot hij het had en schreef dat op. En het zijn ook een aantal historische interviews. Als je nu mensen nog vraagt over Ischa bij Vrij Nederland, dan zeggen ze altijd nog de Pepers. Burgemeester Pepers, zijn vrouw, Mart Smeets, al die dingen. En die heeft hij perfect neergezet in hun woorden, zonder dat zij wisten dat ze zo waren. Na zijn periode bij Vrij Nederland maakte Meijer een wekelijks radioprogramma voor de VPRO. Dat zich ook kenmerkte door scherpzinnige interviews en een oprechte interesse voor zijn gasten. Rechtlijnig en genuanceerd tegelijk. Maar hij was ook in het theater te zien. Verder schreef hij verschillende boeken, veelal autobiografisch. Hij sprak daarin over zichzelf als een kind van ouders die in concentratiekamp Bergen-Belsen hadden gezeten en daar later nooit over wilden praten. Volgens Meijers goede vriend Paul Hane was hij een unieke en vooral onafhankelijke persoonlijkheid. Ontwikkelen. Dat vind ik onzaak. Hij heeft nooit van iemand iets aangetrokken. Dat vind ik echt het mooie. En ik ben bang dat hij een van de weinige mensen uit van zijn generatie is die dat had, die zich van niemand iets aantrok, die dacht van dit moet ik doen. Ik ga op het toneel verschijnen en er werd het maar weggeschreven. Ik ga toneelstukken schrijven, ik ga de dikke man doen en ik ga interviewen. En alles met een enorme overtuiging. De column De Dikke Man, die Meijer de laatste jaren dagelijks voor het Parool schreef, verscheen vandaag nog gewoon. Voor het laatst. Het is nog niet bekend wanneer Ischa Meijer wordt begraven of gecremeerd.